Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Er zijn veel wolken boven ons land en daar hebben we ook de rest van de ochtend mee te maken met veel bewolking en van tijd tot tijd regen of motregen. De temperatuur loopt geleidelijk aan op naar zo'n 17 tot zo'n 20 graden en de wind draait in de loop van de ochtend naar het westen en trekt aan zee aan tot een windkracht 5. Vanmiddag blijft het vaker droog, maar het noorden en oosten blijven gevoelig voor een paar buien en de temperatuur ligt vanmiddag tussen de 20 en de 25 graden. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog, het klaart soms op, maar er is ook wat bewolking en de temperatuur ligt vanavond tussen de 18 en de 20 graden. En morgen is het nogal wisselend. Het zuiden heeft veel bewolking en af en toe valt er een bui, maar in het midden en noorden, daar is het meest droog en breekt de zon af en toe door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten tot 25 in Limburg. Op dinsdag kan er nog een enkele bui vallen, maar ook schijnt de zon nu en dan en het wordt 21 tot 26 graden. Woensdag blijft het droog en is het aangenaam warm, maar op donderdag vallen weer een paar buien. Het is dus nogal wisselvallig. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.